gewoon een beetje belangrijk dat we een beetje los zijn. Ja, het is leuk om naar te kijken. Ja. Welkom bij Topnames. Hier zit normaal gesproken Stekel. Gozer, ja. Welkom dat je er bent. Ik was bang dat Ajax aan het voetballen was. Nee, ik ben er doorgaans gewoon, ja. Doorgaans is dat een reden. Even met de hoofdredacteur, Johan Schaak. Nou, goed dat je er bent. Ja. Goed dat Tibor Kastelein er ook is. Dank je bent van Clarify.io. Wat doen jullie? Wij houden ons bezig met optimalisatie van luchtkwaliteit en kantoorpanden. En daar hebben wij onze eigen manier voor. We hebben een eigen app en een eigen sensor die we gebruiken om bedrijven te helpen optimaler uit hun personeel te halen. En het welzijn van mensen te verbeteren. Dat is ons belangrijkste levensmissie, denk ik. Hey, en wat is er mis? Wat kan er mis zijn aan werkomgeving in deze zin? Dat is een hele waslijst. Er kan een heel hoop mis zijn. Nou ja, ik vind de leukste voorbeeld vind ik toch wel vrij recentelijk. In het NRC stond er dat het duurste kantoor momenteel de open kantoortuin is. En dat heeft er vooral mee te maken dat het stukje geluidsoverlast van een open kantoortuin, die kan wel redelijk aannemelijk zijn. En we weten ook dat dat een heel groot invloed heeft op de mensen die op de werkvloer zitten. Dus dat zijn bijvoorbeeld dingen waar het mis kan gaan in een bedrijf. Je zei, we hebben onze eigen sensor. Je noemt nu één variabele, geluidsdruk, gewoon het aantal decibellen in de omgeving. Wat meten jullie? Nou ja, wij beginnen met temperatuur, gevoelstemperatuur. Het zijn twee heel verschillende dingen. Een stukje luchtvochtigheid en CO2. En waarom we die drie dingen beginnen? Omdat het een hele goed idee geeft over wat die luchtkwaliteit nou precies binnen een pand is. En daarna kunnen we dat uitbreiden met een fijnstofsensor, een vluchtig organische stoffensensor, de geluidssensor inderdaad, en aanvullend nog wat mensen dan zelf nodig hebben. Dat doen we wel zelf inderdaad, omdat we weten dat we betrouwbare sensors nodig hebben om betrouwbaar een verhaal te kunnen vertellen. Ja, dat klinkt vanzelfsprekend. Je hebt zo'n sensor meegenomen. Ja. Of is dit alweer, dit is wat jullie nu doen? Of nee, dit is inderdaad hoe wij ongeveer begonnen zijn. Want dat ding, dat is een ding, dat tik ik erop, wordt die groen. Ja. Dan meet hij. Nou, ik mag ze een beetje credit geven. Het is Netatmo. En Netatmo heeft ons in eerste instantie wel geholpen om bij onze eerste klanten inderdaad metingen uit te voeren. We moesten kijken van, hey, is er nou eigenlijk al vraag naar wat wij aan het doen zijn? Dus we zijn begonnen met een idee van, hey, wij weten wat luchtkwaliteit doet met je personeel. Kunnen we nou iets met dat? Nou, hoe weet je dat dan? Ja, weet je dat wel? Nou, dat is een leuk verhaal, want ik ben begonnen met een stage bij een schoonmaakbedrijf voor mijn afstudeerproject. En ik heb business en IT gestudeerd aan de Universiteit Twente. En ik heb daarnaast ook een opleiding medische beeldvorming en radiotherapie. Dus in het gezondheidsvak heb ik ook ervaring. Maar goed, je ging stage lopen bij een schoonmaakbedrijf. En zij vroegen zich af van, wat is nou de invloed van schoonmaak op de luchtkwaliteit? Of kunnen we zien of er schoongemaakt is aan de hand van luchtkwaliteit? Nou ja, dat is een hele interessante casus. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En toen kwam ik eigenlijk door literatuur te openen, kwam ik er eigenlijk achter van, hey, wacht eens even, er is hier veel meer aan de hand. Er zijn nu superveel onderzoeken op aan het komen over de invloed van luchtkwaliteit op ons brein. En hallo, als ik dit niet wist, hoeveel mensen in Nederland weten dit ook niet? Dus wat wij graag willen is mensen bewust maken, dat ten eerste, en mensen een verhaal vertellen over wat hun data nou zegt. Dus wij bieden ze dan ook een SaaS-model. Dus per maand betalen ze een x-bedrag. En dan zetten wij die sensor voor ze neer. En dan meten wij de luchtkwaliteit en daar vertellen wij een verhaal bij. En dan maak je, neem ik aan, een soort dashboard met belangrijkste gegevens. Ja. Gaat dat verhaal dan ook verder dan het presenteren van de gegevens? Ja. In de zin van, wat zou je moeten doen om te verbeteren? Ja, exact. Dat is een goede vraag. Want wat kun je nou eigenlijk doen? Ja, dat is fijn om te horen. Ja, precies. Goede vraag hebt gesteld. Ik weet dat jij best eigenlijk regelmatig vraag stelt in deze show. Ja. Misschien is het wel een goede vraag waarom je een goede vraag stelt. Ja, ja. Maar, ga verder. Even kijken, waar ik was gebleven. Ja. Je ziet. Ja, sorry. Daar krijg je ervan, hè. Nee,
die luchtkwaliteit was nee, ik vroeg je, wat adviseren jullie dan? Want je maakt natuurlijk een dashboard en daar zie je de luchtvochtigheid neemt naar het einde van de dag erg toe. Het CO2-gehalte neemt toe. Wat we eigenlijk voor. Maar dan de volgende stap is best ingewikkeld natuurlijk. Ja, dat is heel ingewikkeld. Dus je hebt hele ingewikkelde oplossingen, zoals je hele plafond opentrekken en het hele luchtsysteem vervangen. Ja. Maar over het algemeen zijn er ook hele simpele dingen die je kunt doen. Zoals op tijd een raam openzetten. Dat kan bij de meeste kantoorpanden niet meer. Nee, tegenwoordig al niet meer. Maar er zijn er nog wel heel veel waar het wel kan. Ja. De ventilatie net iets harder zetten. Mensen opnieuw positioneren. Een andere meetingroom kiezen. Omdat er net 20 man in die meetingroom heeft gezeten die een conference call heeft gehad. En die luchtkwaliteit is bagger momenteel. En dat zo'n beetje. Dat zijn hele simpele dingen. Maar bedrijven, wij kennen dat denk ik allemaal. Hè? Die meeting room waar je zit en dat je na een half uur loopt de energie eruit. Want je zit met 16 man in een klein hok. Daar heb ik Wat gebeurt er dan? Is dat CO2? Is het puur zuurstofgehalte? Mm-hmm. Is het temperatuur? Wat gebeurt daar in zo'n ruimte? Nou, wat je kunt voorstellen is dat mensen zijn de meest vervuilende fabriekjes in een pand. Dus eigenlijk kun je ons zien als zij de schijnende schoorstenen waar allemaal CO2 uitkomt. Maar niet alleen CO2, ook vluchtorganische stoffen, gassen. En die gassen die stapelen zich ook op in de ruimte. Zweetlucht, ongemerkte scheetjes. Ja, dat zijn dingen. Maar over het algemeen zit het gewoon in je adem. Okay. Maar inderdaad, dat zou je ook kunnen ruiken inderdaad. Maar je ruikt het ook als je in een ruimte binnenkomt. Onze neus is de beste VOC-detector die ik maar kunt bedenken. Dus op het moment dat je die ruimte binnenkomt van die meeting room met die 20 man die er net is geweest, dan ruik je ook achteraf van, hier hebben heel wat mensen gezeten. Nou, en dat zijn die VOC's die je ruikt. En wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat die VOC's die stapelen zich op in je hersenen. En omdat de hersenen zo'n klein gedeelte van je lichaamsgewicht zijn, heb je dat stoffen zich daar opstapelen en ook heel snel effect hebben. Omdat je heel weinig water of vocht hebt om dat mee te compenseren. En dat zie je, dat voel je dan ook inderdaad. Dus je voelt je een beetje duf worden, je voelt je een beetje slaperig worden. En eigenlijk zeggen we al van ongeveer 1200 ppm parts per million CO2 gasmoleculen in de ruimte, zien we eigenlijk al dat het cognitief vermogen eigenlijk verminderd is. En dat is ook waarvan de Arbo-wet zegt van dat is eigenlijk een beetje een maximum wat we zouden moeten nemen. En dat is eigenlijk pas sinds recentelijk, omdat we nu voor het eerst dit jaar een plan van eisen hebben voor gezonde kantoren. En het plan is ook, denk ik, de RVO, ik hoor het graag, om het ook verder te implementeren in Nederland, om dan inderdaad meer gezonde kantoren ook te gaan opleveren. Maar als jij met een bedrijf gaat praten, gevoelsmatig kunnen we dit allemaal begrijpen. Maar een bedrijf, voordat hij maatregelen neemt, voordat hij dingen doet, heeft hij harde feiten nodig. Ja. Wat zijn nu de voorbeelden die jij kan noemen van, weet ik veel, als er bepaalde maatregelen zijn genomen, dan is personeel X zoveel procent effectiever. Of weet je wel, dat is uiteindelijk, aan gevoel hebben we niks. Mm-hmm. Weet je wel, maar ze hebben, en dat jij kan zeggen dat de CO2-gehalte hoger is, et cetera, is ook nog één ding. Mm-hmm. Maar wat hebben ze eraan? Wat heeft, wat heeft zo'n bedrijf eraan? Dan gaan mensen pas geld uitgeven. Ja, exact. Van wat doet het eigenlijk bij mij? Ze willen weten, eigenlijk zijn mensen best wel arrogant en willen ze gewoon weten van wat levert het mij op dan? Ja. What's in it for me? En what's in it for you is gewoon eigenlijk het feit dat op het moment dat mensen in een gezond binnenklimaat leven en het welzijn wordt gepromoot en dat beter gaat, zien we dat de productiviteit en de cognitieve capaciteiten van mensen gigantisch toeneemt. In zoverre zelfs dat als je hele zware cognitieve taken doet, dus een computer scientist bijvoorbeeld, die een hele complexe problemen aan het oplossen is, of iemand die in AI aan het werk is en constant moeilijke assumpties moet gaan testen op data, zeg maar. Echt zijn hersenen moet gebruiken. Nou ja, daar moet je echt heel geconcentreerd mee bezig zijn. En wat we gewoon zien, ik heb hier een onderzoek meegenomen, en wat we zien ook is dat ze hebben hier een business case, mensen laten uitvoeren met een business case. En als het pand hebben ze een groen plus pand, een gecertificeerd groen plus pand, hebben ze vervuild. En gekeken, wat gebeurt er nou met die mensen? En ze hebben het tot zover vervuild dat het de gemiddeld pand ongeveer is.
En ze zagen dat op het moment dat we van een conventioneel pand, een gewoon pand, naar een groen pand gingen, dat we dan bijvoorbeeld de casus doorlezen, 1,7 keer sneller ging. En dat, informatie tot je nemen. Ja, eigenlijk. Informatie tot je nemen inderdaad. En bij een groen plus gebouw was dat zelfs 2,9 keer. Bijna 3 keer sneller in het opnemen van informatie. Ja, de meeste mensen die hebben zoiets van... Dat hebben we zelf, dat hebben we niet door. Dat geloof ik niet. Nee. En dit is een vrij extreme studie. Maar het is wel de eerste die inderdaad gewoon zo'n schoonpand vies maakt. En er zijn ook wel heel veel controlestudies geweest. En we zien dat er over het algemeen al heel veel te halen valt. En de RVO zegt momenteel, gemiddeld als je een groen plant neerzet, of je maakt een gezond binnenklimaat, dan verhoogt dat de productiviteit met 4%. Nou, dat klinkt niet heel veel, maar realiserende dat 90% van je kosten van een bedrijf in je mensen zit en slechts 1% vaak in de energiekosten van een pand, dan kan het wel uit om eventjes wat aandacht van die mensen te besteden. En dat is de kant van het bedrijf en de kant van het personeel. Wordt het personeel gelukkiger als ze beter omstandigheden... Voelen ze zich beter als ze beter omstandigheden hebben? Het is vooral dat je controle krijgt over je eigen omgeving. Mensen worden productiever van het feit dat ze zelf de knop in handen hebben. Dat ze zelf controle krijgen over hun omgeving. Dus dat staat nog los van de omgeving zelf verbeteren. Alleen al het feit dat je iemand de mogelijkheid geeft om zijn omgeving meer te beïnvloeden. Dus meer... capaciteit te geven, dus bijvoorbeeld een app, informatie, helpen om de juiste keuzes te maken. Die app hebben jullie? Ja. En daar helpen wij mensen. Is die voor het personeel of is die voor de baas? Die is voor het personeel. Wij zijn van mening dat... Dat lijkt me juist een probleem in het gemiddelde bedrijf. Ja, dat zijn nee, mensen zijn er bang. Als ik moest beslissen als leidinggevende, ik zeg, nou, ik wil wel die 4% productiviteit stijgen. Mm-hmm. Maar ik heb natuurlijk geen zin aan het gezeur van mensen aan mijn kop die zeggen, ja, hallo, de PPM is 1000. Ik ga naar huis. Ja. Zoek het lekker uit met je. Ik vind het... En dat is ook een terecht concern. Maar wat wij zien, dat op het moment dat je dat niet doet, je neemt mensen niet mee en je houdt ze op de oppervlakte, dan worden mensen heel sceptisch. Want ze hebben niet het idee dat ze afgeluisterd worden. Er worden sensoren geplaatst. Die sensoren, die zie je niet. Die staan ergens. Ze zijn wel zichtbaar. Ja. Althans, die van ons in ieder geval wel. Want wij zijn van mening dat je moet meten op een plek waar mensen zitten. En niet op een muur, want op een muur zitten geen mensen. En een plafond ook niet. Die zitten hier aan deze tafel. Dus wij zeggen van, doe dat dan gewoon op de plek. Je hebt een app en daar kun je zelf zien hoe het gesteld is met jouw omgeving. Ja, en dan kunnen we mensen advies geven over of ze... bijvoorbeeld een raam open kunnen zetten. En ik heb hetzelfde bijvoorbeeld al een keertje gedaan bij mij vandaag op kantoor. En dan zaten we met z'n vieren in een kantoorruimte. En nou ben ik de slimme assistent in dit geval even. Maar wat we dus zagen is dat het CO2-gehalte opliep tot bijna 2000 ppm. Dat was heel hoog. Ja. Maar we hebben gewoon zelf een raam daar. Dus we hebben gewoon de meest extreme situatie weer gepakt. En op het moment dat we het raam open deden, zag gewoon dat binnen een half uur de CO2-waarde weer tot 800 zakte. En dat is weer geaccepteerd. Dat accepteren we als overheid gewoon weer. Dus als je zelf al weet, dan kun je ook al veel doen zonder technologische aanpassingen met de handeling, met je raam openzetten. En jullie zijn nog niet zo heel lang bezig. Hè? Nee. Waar verwacht je hier nou het meeste van? En ik vraag dat ook. Dat is ook een kritische vraag. Wat is er nou eigenlijk echt nieuw aan? En ik vraag dat ook, omdat ik heb net even opgezocht. Ik heb in 2013... Mm-hmm. 6 jaar geleden de Cube Sensors besteld. Mm-hmm. Die meten air quality, temperatuur, luchtvochtigheid, geluid, lichtintensiteit, de luchtdruk. Mm-hmm. En nog een paar variabelen, gewoon in mijn huis. Mm-hmm. Omdat ik het interessant vond om de samenhang daarvan te zien met andere dingen. Mm-hmm. Ik monitor permanent de PPM in mijn slaapkamer. Belangrijk, zeker. Ik kan het je laten zien, die was... vannacht op het maximum 991 en daalt dan direct, als wij de slaapkamer hebben verlaten, weer tot 400, 300, zoiets in die orde vergroot. Prima als ik jou zo hoor. Ja. Dit is technologie die bestaat al heel lang. Dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. En weet je, Cube Sensor is failliet gegaan. Je hebt het niet gered. Wat is er nieuw aan jullie concept dat jullie denken dat je hier de markt mee aanboort? Nee. Dat is niet de technologie. Nee, dat is niet de technologie. Dat klopt. Ja, en dat is ook de reden waarom wij zijn begonnen met een stukje consultancy. Wij wisten iets wat andere mensen nog niet wisten, wat ik vertelde van die CO2. Dus
waar wij heel goed in zijn geworden naar die aantal klanten. Dus we hebben gewoon ook gratis pilots bij mensen gedaan om te kijken wat doen mensen nou met die informatie, wat vinden ze belangrijk. En toen kwamen we erachter dat het verhaal wat we vertellen met data, dat is degene waar mensen waarde aan hechten. En dat is degene waar je ook mensen echt mee kunt triggeren en mee aan het werk kunt zetten. En mensen impact kunt mee genereren. Want op het moment dat je alleen al mensen een cijfer geeft van dit doet het ongeveer met je productiviteit, dan kan een financieel medewerker gelijk zeggen, oh, maar dat doet dan ongeveer dit met mijn jaarcijfers. En dat doet ongeveer zus en zo. En een HR ziet gelijk zijn ziekteverzuim ziet die naar beneden gaan. En dat soort dingen kun je dan allemaal weer koppelen aan die data. Dus op het moment hang je dan meer in de wetenschappelijke kant van dit verhaal, want je hebt die medische achtergrond. Mm-hmm. Zei je denk ik niet voor niks aan het begin van het gesprek. Nee. Hang je meer aan die kant? Want dat is op zich de technologie en het platform en het dashboard, ja. Het is data en je presenteert het, maar dan inderdaad. Dus je hebt die informatie en waar wij tot conclusie kwamen waren met die onderzoeken die we mee aan de slag kwamen, is dat die sensoren die we momenteel kunnen krijgen niet voldoen aan onze eisen. Want? Ten eerste mist er vaak een goede fijnstofsensor, eentje die wel accuraat genoeg is. Ja. En die is te duur voor een consumentensensor. Een consument komt dat niet zo snel. Okay. En hetzelfde geldt ook voor een goede VOC-sensor. Er zijn heel veel sensoren op de markt die die data leveren inderdaad, die of niet voor ons de goede data throughput, dus de genoeg data doorkwam, waardoor je niet real-time advies kunt geven. Want je wil real-time dingen kunnen doen. Als je met één keer in de 5 minuten een stukje data ophaalt en mensen stappen in minuut 1 met 20 man de ruimte binnen, nou ja, dan ben je eigenlijk al te laat met het advies geven. Dus wij kunnen aan de stijging, aan de manier van een stijging, kunnen we mensen helpen te adviseren om dan al een raam open te zetten op tijd. Dat je er niet na 5 minuten past. Ja, dat is natuurlijk de no-brainer om dat raam open te zetten. Mm-hmm. Ik geloof dat daar jullie toegevoegde waarde niet ligt. Want iedereen denkt in de vergaderruimte, ik krijg het een beetje benauwd, ik zet het raam open. Ja. Zie jij een toekomst voor je, want daar geloof ik dan weer wel in, waarbij je jullie systeem ook daadwerkelijk geautomatiseerd koppelen aan de climate control in een pand. Dus dat je ziet gewoon de variabelen doen en daar reageert het systeem op. Mm-hmm. Dus die trekt meer lucht van buiten naar binnen, die verhoogt de temperatuur, verlaagt de temperatuur, dan komt het extra vochtigheid moet omlaag, blablabla. Mm-hmm. Zie je dat, is dat je doel? Dat helemaal dat geautomatiseerd is, je zou kunnen zeggen dat dat een doel op zou kunnen zijn. Ik denk alleen dat er gewoon heel veel partijen zijn die daar veel beter in zijn. Dus wij kunnen wel ons dataplatform, we hebben alles zo ingericht dat je heel makkelijk data kunt aankoppelen. Dus we hebben het zo modulair mogelijk opgezet, waardoor externe klanten, dus als er mensen zijn die zeggen van wij willen heel graag op jullie aansluiten, laat me komen, we zijn er klaar voor. Maar daar ligt momenteel niet onze focus. Wij zeggen wel, omdat er zoveel mensen ook zijn die daar beter in zijn. Kijk, wij kunnen die partijen wel data leveren, wij hebben dat. Wij kunnen mensen helpen om hun product beter te maken. Maar er zijn tot nu toe nog geen mensen naar ons toegekomen die dat graag wilden. Maar het zou zeker kunnen. Onze waarde tot nu toe ligt in het stukje advies. En dat is ook waar onze core business momenteel zit, een stukje advies geven. Ja, maar dat is over het algemeen wat minder schaalbaar. Dat klopt. Dus je verzamelt de data, je zegt dat is een SaaS-product, mm-hmm. dat is een platform, dashboard. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zit je bij die bedrijven binnen om ze te helpen om de routines te vinden. Wij zijn van mening, we volgen daarin het Y Combinator model van do things that don't scale. En waarom zeggen ze dat? Is omdat op doe dingen die niet schalen. Ja. Even voor de... Ja, doe dingen die niet schalen. En dat klinkt heel stom. Ja. Maar dat is voor mij niet, maar voor heel veel... Voor heel veel start-ups die denken van... Nou, wel, maar ze zeggen wel iets meer. Want dingen doen die niet schalen, dat kan iedereen. Ja. Weet je wel, Y Combinator zit wel erin. Ze zeggen eigenlijk begin met dingen die niet schalen. Exact. Maar je hebt daarna een andere ambitie, wil je iets anders bereiken. Dus waar zie jij in de toekomst jullie schaalbare model? Nou ja, en dat is eigenlijk waar wij zeggen van, oké, wij willen nu zoveel mogelijk van die klanten leren. Kijken waar de problemen liggen, vragen met mensen, praten met mensen. Op de werkvloer zijn, mensen interviewen en ook met verschillende partijen om ons heen. En daar leren we ontzettend veel van. En daardoor kunnen wij ook die waarde in die consultancy terug laten komen die wij doen. Dus dat is momenteel wat we gewoon doen. Ja, dat snap ik. En dat kun je dan automatiseren. Maar mijn vraag was, Y Combinator investeert niks in bedrijven
Die zeggen niet, oké, er komt iemand binnen die zegt, ik schrijf stukjes. Nou, leuk man, we gaan wat met jou doen. Ik ben vormgever, we gaan wat met jou doen. Nee, mm-hmm. Alleen als jij vormgever bent en we kunnen er software van maken die iedereen leert vormgeven, ja. Investeren we in jou. Ja. Dus waarom, weet je wel, wat is je volgende fase? Deze snap ik helemaal, mm-hmm. Dat is heel goed. Je leert je markt kennen, je leert de vragen kennen, de problemen mm-hmm. kennen. Maar bij Y Combinator kom jij niet door de eerste ronde als je hierin blijft hangen. Ja. Absoluut. Hoe ga je naar de volgende ronde? Nou, wij zijn momenteel bezig om die dingen die wij geleerd hebben, die momenteel presenteren tijdens onze presentaties aan de klant, die zijn we momenteel in code aan het zetten. Dus het stukje wat het doet met je brein, het stukje wat het doet met je ziekteverzuim van je bedrijf, die zijn we momenteel in code aan het zetten. En daarmee kun je als bedrijf een beetje een indicatie krijgen van, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat zegt die data nou eigenlijk? Welk verhaal hangt er nou eigenlijk aan? En dat verhaal, dat willen we heel graag verkopen. En wat ik dus ook hoop en wat ik voorzie wat heel goed schaalt, is dat we dat verhaal ook aan andere mensen kunnen verkopen. Dus wij denken dat er superveel bedrijven zijn, zoals Healthy Workers, ook een keertje bij jullie aan tafel gezeten. Dat die bijvoorbeeld zeggen van, hey, wij hebben superveel data en jullie hebben heel veel verstand van wat dat doet met je brein. En daar zijn we ook gespecialiseerd in. Ja. Kunnen jullie ons niet gewoon met een API gewoon die waardes weer teruggeven? Ja. En maar voor de goede orde, weet je wel, als jullie als ambitie hebben met 4 man gewoon een goede boterham aan verdienen, vinden wij het ook goed. Hè? Dus mm-hmm. je hoeft van ons helemaal niet per se een... Wij zijn geen accelerator. Je hoeft van ons per se niet de schaal bij ding te maken, maar ik zoek een klein beetje waar jullie toekomst ziet. Dus als jij zegt, we zijn met een groepje adviseurs en dat kunnen er 20 worden. En dan kunnen we onze boterham mee verdienen, ook heel goed. Vooral omdat het een hele andere positionering is. Mm-hmm. Want dan zeg je, wij zijn consultancybureau Air Quality. Bedrijf belt jou. Die zegt, nou, ik heb dat gelezen. Mm-hmm. Dat artikel kun je in je marketing gebruiken, je mm-hmm. wetenschappelijke artikelen. Mm-hmm. Dan zeg je, ja, nou, als we wat voor jullie willen doen, komen we eerst even een paar sensoren neerzetten. Mm-hmm. Die koop je gewoon ergens, zijn overal te koop. Je verzamelt de data, je maakt de rapporten, je zegt, mm-hmm. nou kijk, dit is wat er gebeurt mm-hmm. in jouw kantoor. Die vergaderruimte, daar zijn een half uur gebeurt dat, de kantoortuin gebeurt dat, mm-hmm. En dit is ons advies. Mm-hmm. Dat is ook een model. Dat is een zekere model, maar het is dat het jullie model? Niet. Nee, dat is niet ons model. Wat wij doen, is die consultancy, die rapporten die je oplevert, die zijn wij aan het automatiseren. Dus we zijn nu gewoon eigenlijk aan het ontwerpen wat het uiteindelijke toekomstmodel, die app en het dashboard, wat dat moet gaan doen. Okay. En dat is uiteindelijk wat we willen. Want we weten ook dat onze partnerships, bijvoorbeeld Nexio Projects, een van de grootste EcoVadis certificaatuitdelers, die willen heel graag weten wat gebeurt er nou over de hele wereld dan. Over mijn hele supply chain heen met luchtkwaliteit. Hoe zit het in mijn fabriek in Bangladesh? Hoe zit het in mijn fabriek in China? Dus dat zijn allemaal markten waar je naartoe komt, die we verder kunnen schalen. En wij denken dat we momenteel genoeg partnerships hebben om ons heen verzameld. En mensen die inderdaad hele goede klanten hebben, een goede klantenbase, die ons kunnen helpen om dit product naar heel veel mensen uit te schalen. En dat is eigenlijk het doel. Ja. Hey, wat mij, je begon met het verhaal over van de kantoortuin. Ik heb bij de VPRO gewerkt. En de VPRO ging eerst van allemaal losse villa's naar een hele grote villa. Dus mm-hmm. kantoortuinen. Mm-hmm. En wat ik daar toen zelf heb geleerd, eigenlijk overdag had ik het niet eens zozeer door, maar als je langer op kantoor bleef, na zessen werd en iedereen naar huis was, dan voelde je ineens zeg maar de rust op je oren terugkomen. Hè. Dus je had de hele dag eigenlijk niet door welke ballast er op je, ballast zeg maar, alle mensen bij elkaar voor elkaar zorgen. En toen voelde je dat terugkomen. Maar dus oké, dat heb ik zelf meegemaakt dan. Maar ook dan denk ik, weet je, je hebt niet alleen de harde feiten nodig, maar je hebt ook de gevolgen van de harde feiten nodig. Mm-hmm. Zie je dat ook als jullie? Jullie moeten naar die baas toe zeggen, jongens, even één ding. Mm-hmm. Als je stopt met dat stomme idee van die kantoortuin, mm-hmm. dan gaat de productiviteit met 10% omhoog. Mm-hmm. Nou ja, je moet gewoon goed met een kantoortuin omgaan. Het is niet dat een kantoortuin per definitie slecht is. Nou, meestal wel eigenlijk. Toch eigenlijk is het gewoon flauwkeur. Vaak inderdaad krijg je van die situatie. Mensen gaan ook niet beter samenwerken, is ook een misverstand. Het heeft ertoe geleid dat we allemaal met een koptelefoon op zitten. Ja, ja, nou ja, maar dat is dus omdat die akoestiek gewoon zo bagger is. Ja. En maar als dat akoestiek gewoon goed zit,
dan heb je wel weer meer samenwerking. Want dan kun je gewoon even naar je collega toe lopen en wel met hem een praatje doen, zonder dat je de hele collega stoort. Want dat is het frustrerende eraan. Ja. Maar mag ik even vragen? Had jij toevallig... Ik wil nog een andere vraag stellen, ook even bij de actualiteit aansluiten. Jullie meten nu de voor de hand liggende dingen, waarvan ik zei, ja, niks nieuws. Dat meette ik 6 jaar geleden al in mijn eigen huis. Gisteren werd bekend dat WeWork 2300 telefooncellen heeft teruggetrokken van hun werkvloeren. Omdat ze formaldehyde zouden uitstoten, een kankerverwekkende stof. Johan Schaap vraagt dat ook op Twitter. Dat roept de vraag op, als je nou niet weet wat je moet meten, als je het hebt over een gezonde kantooromgeving, hoe bouw je dan zo'n platform als wat jullie doen? Want ik zou veel meer willen weten dan CO2, Dus, vochtigheid in de lucht. Ja, dus wij hebben, dat zeggen wij ook. Meestal, ik zei net al, CO2 is een parameter voor andere luchtkwaliteitwaarden. Dus vaak is het zo dat op het moment dat je inderdaad veel ademt, dan adem je zelf ook al een beetje formaldehyde uit. Het is een stof die natuur eigen is. Het komt gewoon in de natuur voor. Alleen wat we gewoon zien is dat in veel lijmstoffen, die stoten zelf ook veel formaldehyde uit. Dus in je IKEA-meubeltje, waarvan het finier vanaf is, zal gewoon meer van die stoffen vrijkomen. Nou, het is gewoon kankerverwekkend. Ja, dat is het inderdaad. In een bepaalde... Maar goed, waar stopt het? Dat is eigenlijk de vraag die Johan denk ik ook op wil roepen. Je kunt niet alles meten. Nee. Dit is een hele goede vraag. En wat wij dus ook zien, we meten momenteel VOC's. VOC's is onder andere formaldehyde. Vrije, vluchtige organische stoffen. En dan heb je daar... maar dan heb je daar verschillende varianten in. Hoogvluchtig, laagvluchtig. En meer, dus ze zijn meer of minder schadelijk ook. En hechten ook beter aan andere stoffen. Formaldehyde is er ook eentje van. En met een gewone VOC-sensor kun je dat meten. Ja. Maar formaldehyde dan net weer niet. Dan moet je dan weer een andere sensor weer van hebben. Ja. Dus wat we zien is dat er gewoon een heel groot palet van allerlei sensoren is. En eigenlijk afhankelijk van de situatie kun je pas beslissen wat je nodig hebt. Maar droom jij niet dan van dat kastje, want wij zijn natuurlijk ook allemaal een beetje techneuten hier. Dat kastje van Clarify, wat je inplugt en dat meet alles. Ja, en dan heb je een dashboard en dat zegt jou van minuut tot minuut wat er mis is op jouw kantoor. Nou ja, dit is exact ook wat wij heel lastig vonden. Wij kwamen met die sensor en we dachten van ja, is leuk en aardig allemaal, maar we zitten hier aan een snelweg, was dan de eerste klant. We willen eigenlijk, en we hadden gewoon subjectief gewoon bij iedereen een beetje gepeild, wat zijn nou eigenlijk klachten? Heel veel mensen hadden last van droge ogen en niesaanvallen en die verdwenen weer nadat mensen weer weggingen van kantoor. En toen was eigenlijk gelijk de vraag van, wacht eens even, is hier misschien iets aan de hand met fijnstof? Omdat we inderdaad we zaten in Rotterdam inderdaad en we zaten aan de snelweg, van, zou er misschien iets mee aan de hand zijn? En toen hebben we het fijnstof gemeten. Ja, dat kwam doordat jouw sensor had gezegd dat ze de ramen moesten openzetten. Toen kwam al dat fijnstof naar binnen. Who knows? En om de complexiteit aan te geven. Het is een ontzettend complex probleem en dat is ook de reden waarom het van alle kanten moet aanvliegen. Het kantoor waar ik werk momenteel in Amsterdam heeft een raam aan de weg, maar vrij laag. Ja. Dus op het moment dat een auto er langs rijdt, rollen al die gassen naar binnen bij ons. Ja. Maar ja, je zit anders ook weer met je CO2, dus je moet daarin een balans vinden. Gaat Artificial Intelligence jullie daarbij helpen op termijn? Ja, op termijn wel inderdaad. Nu nog dus, niet. Wij doen nu dat nog manual, dus wij zitten ook zelf op de achtergrond. Wij helpen de klanten daarin. Maar wij denken inderdaad dat die afweging tussen heel veel parameters tegelijkertijd, met als bovenin het stukje welzijn, dus dat is ons hogere doel en de rest moet daarvoor wijken. Daarin zeggen wij van oké, als je dat als hoger doel stelt, dan kun je daarna een afweging maken tussen moet ik nou wel het raam openzetten of niet op het raam zitten. Mag ik nog één slotvraag stellen, want dat half uur vliegt altijd om. Ja. Ik heb je net verteld, ik heb eindeloos veel sensoren in mijn huis, zoals Erwin weet. Dat is een beetje ik ook hoor. Gevoelige man. Dus ik wil het allemaal precies weten. Ja. Maar nou heb ik er pas wat aan als ik de output ook een sensor voor heb. Die moet ik ook kunnen kwantificeren. Dus ik zet niet zomaar een CO2-sensor in mijn slaapkamer. Dan wil ik ook weten of ik goed geslapen heb. Ja. Anders heb ik er geen fuck aan. Nee. Dus ik meet mijn slaapintensiteit en ik meet de CO2. En dan ga ik naar samenhang zoeken. Raam dicht, slaap ik dan beter of slaap ik dan slechter? Ja. Temperatuur, et cetera.
Heb jou nog niet gehoord over die sensor op de, op de werknemer die meet wat er met zo'n werknemer gebeurt. Wij zijn van mening dat de ultieme data-eigenaar de persoon is. En dus wij meten wel bij een bedrijf, maar wij zijn van mening eigenlijk dat die data-eigenaarschap die moet bij de mensen liggen. Want zij zijn degene waar het om gaat. Dus jij wil je eigen data gewoon trekken. Jij wil weten hoe die luchtkwaliteit is. Niet alleen hier, je wil het thuis weten, je wil het overal weten. Maar kun je meten hoe slaperig iemand is? Want dat is de variabele. Komt dat doordat hij gisteren te veel heeft gedronken, dat hij niet goed heeft geslapen, of komt dat door de luchtkwaliteit? Nou ja, wij zeggen, je kunt 100 verschillende variabelen aan elkaar koppelen in principe. Maar wij zijn begonnen gewoon met luchtkwaliteit, omdat we daar verstand van hebben. Maar uiteindelijk, je ultieme goal is inderdaad om die data bij elkaar te krijgen. En de enige manier om dat te doen op een manier waarbij we niet bang hoeven te zijn over onze privacy, is door die data bij de eigenaar, de daadwerkelijke eigenaar te laten. En dat is uiteindelijk de eindgebruiker. Kijk, nu betalen bedrijven ervoor. Maar ik ben van mening dat op het allerlaatste moment, daar gaan we ooit naartoe, is dat de daadwerkelijke eindgebruiker, die wordt de eigenaar. En alles wat er omheen zit, dus wat een bedrijf daaruit haalt, zeg maar, dat zijn geanonimiseerde waarden van een pand. Of van een heel team. Daar weten we eigenlijk niks van. Dat is denk ik het ultieme goal. Ik mag geen vraag meer stellen van jou. Nee, laatste vraag is laatste vraag. Weet je, daar moeten we ook hard in zijn. Half uur zit erop. Je mag over een... hopelijk kom je over... Nou, na afloop gaan we weer verder. Ja, dat sowieso. En hopelijk kom je over een jaar, wellicht 2 jaar terug, om ons te vertellen waar jullie dan staan. Want het is... net begonnen, hè? Het is net begonnen. Het is ook super, super complex. Hoeveel klanten is het? We zitten nu op 1 klant en 1 gratis pilot doen we. En we zijn daarnaast gewoon druk bezig. Ja. En we staan... over 3 weken staan we op de Web Summit in Lissabon. Gaaf. Om hopelijk wat mensen enthousiast te maken over ons idee. Ja. En ook een investering daarvoor op te halen, zodat we met z'n allen fulltime hier aan kunnen zitten. Want wij denken dat dit gaat vliegen. Kom nu nog uit je eigen zak? Ja. Ja. En dat is dan inderdaad van de bedrijven waar ik momenteel werk ook een beetje te hapsnappen overal. Ja, nou ja, dat is een goede manier van Heel veel succes. Heel veel succes, man. Ja. En bedankt. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website, Jetstream voor de livestream, Bier & Co. voor de biertjes en Freedom Lab voor de gastvrijheid. We zijn er iedere dinsdagavond. Dit is het 10e seizoen waarin we beland zijn. 10 al? Ja, godverdomme man. 10e seizoen. Ja. En die gaan we zeker volmaken. Daarna kijken we weer verder. We bekijken het. Dank jullie wel. Dag. We hebben bijna 5 jaar van krijgen. Dus.